Hi, goedemiddag. Welkom bij AutoSiroop. U heeft een Citroën Jumper van ons gevonden. U ziet mij in beeld waarom. Ik wil graag even het een en ander toelichten over de auto. Waar ik hem gekocht heb. Ik heb deze auto gekocht in Duitsland, leasemaatschappij. Toen is hij 1,5 jaar door ons zelf gebruikt. En nu is het tijd voor een volgende baas. En auto staat hier achter me. Kijk even mee. Wij hebben er keurig netjes op gepast. Dat ga je zien op deze video. Is ook netjes onderhouden. Over 1,5 jaar moet hij weer een beurtje hebben. Of over 10.000 kilometer. Er zit een aluminium imperiaal op. De trap die zit er al op. De trekhaak zit er al achter. Dit is die 3 liter zware motor. Mag 2500 kilo trekken. En nogmaals, we hebben er echt netjes op gepast. Geen rare krassen of deuken. Keurig nette conditie. Mooi jong, 2017. Je kunt er ook een camper van maken. Gaat met de BPM particulier gaat het nog niet helemaal goed, want hij is nog geen 5 jaar. Maar dat gaat dit jaar ook gebeuren. 3-zitter voorin. Cruise control. 153.000 kilometer inmiddels. De airco. Kleuren scherp. Boeken hebben we er allemaal bij. Even kijken of ik het hier zo heb liggen. Of dat hier binnen liggen. Ach nee, we zijn er ook allemaal bij. Zoals je ziet. En al het onderhoud is ter inzage. Wil je die historie nou hebben, dan mail eventjes. Ik heb alle werkorders ook in de computer staan. Even kijken achterin. Ah, hier krijgt er nog een vaatwasser bij. U ziet, hij wordt gebruikt door ons. Maar verder keurig lat om lat betimmerd. Allemaal hartstikke netjes. Eigenlijk enige reden waarom we hem wegdoen is, we hebben een transporter gekocht. En we hadden al een autoambulance, dus dat is de enige reden. Nou, ik kan me voorstellen als je ZZP'er bent, dat je druk zat bent. Heb je nou belang bij deze bus? Wil ik de auto eventueel van tevoren rij klaarmaken? Op het moment dat hij klaar is, hoef je maar één keer deze kant op te komen. Is hij dan naar je zin, ga je even proefrijden. Alles naar wens, kun je hem ook direct meenemen. Bevalt hij op de een of andere manier niet, zit je nergens aan vast, kun je hem laten staan. Kan ik me niet voorstellen trouwens. Financial lease doen we heel vaak, eigenlijk dagelijks. Voorstel heb je binnen 5 minuten van ons een akkoord. Ook heel erg snel, je kan meestal wel binnen 24 uur rijden. Heb je interesse, laat het even weten. Heb je wat in te ruilen, heel graag, stuur even wat foto's via WhatsApp. Dankjewel voor je tijd. Hoi.